Oranjegekte, ja, die begint langzaam los te barsten in ons land. Ja, Nederland, voetbal. En zondag is het dan zover en dan nemen we het op tegen Polen. Maar in één plaats is de Oranjekoorts al tot grote hoogte gestegen. In Volendam, daar zijn ze super trots op het echte Oranje met hun Joey Veerman. En het dorp hangt vol met Hup Joey Hup aanmoedigingen. En met het uitvallen van Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners is de kans groot dat Joey in de basis staat en zijn tanden in het EK mag zetten. En Volendam zet maar al te graag de tanden in Veerman. Nou, Joey die voetbalt, die krijgt een vaste plek opgesteld, zoals het eruit ziet, in het Nederlands elftal. En daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. En daarom hebben we een dubbeldekker ontwikkeld. En met een leuk vlaggetje en natuurlijk een prachtige foto van Joey erop. Ja, we zijn heel erg trots op hem. Je ziet dat het hele dorp is toch wel in de ban van Joey. De lokale drukkerij heeft zelfs allemaal vlagjes laten drukken met Hup, Joey Hup. We hebben zelfs een doosje nog persoonlijk afgegeven bij zijn ouders. Ja, ik denk dat we heel ver gaan komen met Joey in de selectie. Ja, dit is toch heerlijk dat die lokale ondernemers er meteen opduiken. Bo, heb jij ook een beetje last van oranje koorts? Ik denk dat ik nog geen 3 voetballers kan noemen. Er staan een paar clubs. Maar als Nederland speelt, ja, dan ga ik ineens aan. Ik weet niet, dan zit daar toch, kennelijk zit daar toch. En dan ben ik ook heel fanatiek en is het schreeuwen op de bank. Lekker nationalistisch, gewoon hup oranje, ja, go Leeuwen. Ik heb een biermer thuis, vrienden uitnodigen, pilsje erbij. Top. Helemaal top. Nou, ik weet bij wie ik moet zijn de komende weken. Ja, dan Tanja, gaan we naar Schepen.